En hij zeide tot hen: daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen, en dan heeft het ook het Joodse volk dus, schriftgeleerde fariseeërs en de sadduceeërs, et cetera, die kenden de schrift, ja, en dat geldt ook vandaag nog, de rabbijnen en blablabla, al die mensen die echt de schrift heel goed kennen. Daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Dus op het moment dat een rabbijn die nog niet gelooft in Jezus en tot geloof komt in Jezus, zeg maar, in het koninkrijk der hemelen, wauw, dat is een leraar, die moet je hebben. Die weet wat in het Oude Testament staat, wat daar geloofde hij van voorin. En dan komt hij tot het geloof en dan is hij een leraar uit het oude en uit het nieuwe. Wauw, dat zijn mensen die je moet hebben. Oké. En er zijn inderdaad rabbijnen en Joodse mensen die tot geloof komen, die de schriften, de Oude Testament met name heel goed kennen. En die dus tot geloof komen in Yeshua. Prijs de Heer, geweldig. Dat heeft alles te maken met Matteüs 23. Ja, dat is ook een van de vervullingen van de profetieën in onze dagen, dat er Joodse mensen tot geloof komen. Ik zal een stukje lezen, want dat is erg belangrijk. Omdat dat is een van de tekenen waaraan we weten dat we weten dat we in de eindtijd zitten. In de tijd. Was dat Matteüs 23? Marcus 23. Nee, Marcus heeft geen 23 hoofdstukken volgens mij. Ja, Matteüs 23 moet het zijn. Ah, hier. Matteüs 23, vers 37, 38 en 39. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn, wie tot u gezonden zijn, de profeten dus. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderen, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, de afgelopen 2000 jaar dus met het Joodse volk. Ja. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, niet meer zien, 2000 jaar geleden ongeveer, totdat gij zult zeggen, of zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, des Heer, Yeshua, in de naam des Heer, Baruch Haba B'Shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam des Heer. Hé, dat is een profetie, Jezus komt niet voor die tijd. Wanneer gebeurt dat? Nu. Er zijn Joodse mensen die inderdaad in Israël, die nu zeggen, en niet alleen in Israël, maar ook buiten Israël. Ik ken ze, persoonlijk. Baruch Haba Shem Adonai. Geprezen of gezegend, hij die komt in de naam des Heeren. Dat betekent dat Jezus snel terugkomt. Dat is een van de tekenen, dat Jezus snel terugkomt. Er zijn dus Joden die. Er komen heel veel Joden momenteel tot bekering. Oké, we gaan verder. En daar gaat het. Daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden van het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Ja, dat gebeurt in onze dagen. Ja, wij zijn er getuigen van dat dat gebeurt. En het voldoet dus aan de profetie van het Oude Testament. Na twee dagen, 2000 jaar, wat ik al eerder besproken heb in Genesis, ja, wat ik uitgelegd heb, na 2000 jaar, na twee dagen, wordt Israël hersteld. Ja. Ezekiel spreekt over het vergaderen van de dorre doodsbeenderen. Ezekiel, nou, weet ik zo even niet uit mijn hoofd, maar in hoofdstuk Ezekiel, Bijbelboek van Ezekiel, eerst worden dorre doodsbeenderen verzameld. Wie zijn die dorre doodsbeenderen? Het Joodse volk dat inderdaad nog niet in, wel in het Oude Testament geloof, maar nog niet in het Nieuwe Testament. Ja? In 1880, 1850 daaromtrent waren de eerste Joodse pioniers gingen naar Israël. Ja? Die hebben het land opgebouwd, hebben het land gekocht met hun eigen geld. Vaak 5 keer de prijs dat het waard was op dat moment. Niemand wou het hebben, maar de Arabieren verkochten het aan de Joden. Dus het is hun land. Ja? Zelf met bloed, zweet en tranen gekocht. De Rothschilds hebben daar heel veel financiën in gestoken.
Daarnaast is er heel veel geld verzameld door de Joden om het land in Israël te kopen. Dus het is hun land. En ieder die beweert dat het hun land niet is, is een leugenaar. Want het is hun eigen land. Ze hebben het zelf gekocht. Bloed, zweet en tranen. Dus iedereen heeft er van af te blijven, behalve de Joden. Het is hun land. Ja. Dus dat is verzameling van de dorre doodsbeenderen. Ja. Mensen die nog niet gelovig in Jezus Christus zijn, maar wel teruggekeerd zijn naar Israël. Daarna gaat God het vlees omheen bouwen. En daarna zal de levensgeest weer terugkeren. Dus het geloof in Yeshua. In Jezus. Ja, dat zijn allemaal profetieën die in de Bijbel staan. En die in onze dagen uitkomen. Wij mogen het al een hele poos meemaken. 1850 is het begonnen ongeveer. De eerste pioniers. Wij maken het mee vandaag de dag. Jezus komt heel spoedig terug. U heeft nog de tijd om u te bekeren tot Jezus. Ja? Oké. Ik maak het hoofdstuk af. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenis ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hen in de synagoge. Zodat zij versteld stonden en zeiden, van waar heeft hij al die wijsheid en die krachten? Is het niet de zoon van de timmerman? Is dit niet de zoon van de timmerman? Onthoud dat. Jezus was dus de zoon van een houtbewerker. Jezus was dus ook, toen hij nog niet rondtrekkende was, was waarschijnlijk bezig met hout bewerken. Ik heb al gezegd dat wij als mensen vaak worden vergeleken met plantaardig materiaal, met hout, met planten. Dat heb ik al gezegd in de Genesis gebeurd. Jezus was ook een bewerker van het hout, plantaardig materiaal dus, ons dus. Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft hij dan dit alles? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zeide tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd, niet erkend. En hij deed daar niet vele krachten, wegens hun ongeloof. Nou, dus ongeloof, en datgene wat Jezus doet, kan op een gegeven moment een gevolg hebben dat er geen wonderen en tekenen kunnen gebeuren. Oh ja, ze geloven het toch niet. Waarom zou dat gebeuren? Ja. Op het moment dat je gelooft, inderdaad, kunnen er wonderen en tekenen in je leven gaan gebeuren. De dood van Johannes de Doper. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, wat van Jezus verteld werd. En hij zeide tot zijn dienaars, dat is Johannes de Doper. En hij is opgewekt uit de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes laten grijpen en geboeid en gevangen gezet. Terwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes zeide tot hem, gij moogt haar niet hebben. En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de scharen omdat zij voor hem voor een profeet hielden. Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden. En zij behaagde Herodes. Waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven wat zij ook maar zo vragen zou. En zij, opgestookt door haar moeder, zeide, geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd. Maar om zijn ede en om hen die mede aanlagen beval hij het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het aan haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem. En ze gingen heen en berichtten het aan Jezus. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden.